In augustus 2012 hebben wij een paar dagen een bezoek gebracht aan Brugge in België. Vanaf de camping fietst je binnen 10 minuten via de kruispoort naar het centrum van de stad. Brugge kent een groot aantal grachten, die toeristen de mogelijkheid biedt om vanuit een rondvaartboot een indruk van de stad op te doen. Daarnaast kun je de stad verkennen door je rond te laten rijden in een paardenkoets. Brugge kent er vele van. Maar uiteraard kun je ook de stad te voet of op de fiets verkennen. Wij kozen voor de fiets. In het verleden was Brugge een welvarende Hansestad en het centrum van de Vlaamse kunst. Voor de bekende kunstschilder Jan van Eyck werd zelfs een standbeeld opgericht in het centrum. Jan van Eyck stond in 1425 te boek als hofschilder en kamerdienaar van de machtige vorst Philips de Goede. Aan dat verleden dankzij haar deftige en rijke uiterlijk met gotische woonhuizen en renaissancepaleizen. Ook staan er een groot aantal mooie kerken. Aan de andere kant is het ook een stad waar volop wordt geleefd en die bruist van de stedelijke bedrijvigheid. Dit alles in een decor van schilderachtige klinkerstraatjes waar het geluid van de paardenkoetsjes niet weg te denken valt. Dat is het Brugge van nu. Hier op de Grote Markt in het centrum van Brugge is de opstapplaats voor een rondrit met één van de vele paardenkoetsen. Net zoals bij een taxistandplaats geldt het principe: wie het eerst komt, kan ook als eerste weg. De prijs voor een rondrit van een half uur bedraagt 39 euro. Deze prijs wordt vastgesteld door de stad Brugge. Halverwege de rit wordt gestopt op het Begijnhof. Daar rusten de paarden uit en krijgen ze te drinken en te eten. Ook worden ze daar verder verzorgd. De passagiers hebben de gelegenheid om het Begijnhof te bekijken of iets te gaan drinken in de vele horecagelegenheden in deze omgeving. De Sint-Salvatorskathedraal is dé kathedraal van het bisdom Brugge. De Sint-Salvatorkerk werd oorspronkelijk in de 10e eeuw als parochiekerk gebouwd en deed ook als zodanig dienst. De kathedraal van het bisdom was toen de Sint-Donaaskerk, die in het centrum van Brugge stond
tegenover het stadhuis. Deze kerk kreeg de status van kathedraal pas in de 19e eeuw. Dat kwam omdat aan het eind van de 18e eeuw de bisschop van Brugge door de Franse bruggelingen verbannen werd. Dezezelfde Franse bruggelingen vernietigden vervolgens de Sint-Donaaskathedraal. In 1834, na de Belgische onafhankelijkheid, werd het bisdom Brugge heropgericht en werd de Sint-Salvatorkerk de kathedraal van het bisdom. Sinds 1938 is de kathedraal beschermd als monument. In de kerk zijn heel wat kunstwerken te vinden die uit de voormalige Sint-Donaaskathedraal komen. In november 2009 werd de kathedraal getroffen door een spectaculaire kunstroof. Verschillende topstukken uit de collectie werden ontvreemd. De praalstoet van de Gouden Boom is een optocht die om de 5 jaar wordt gehouden in de stad Brugge. Duizenden toeschouwers, waaronder zeer veel toeristen, komen dan naar Brugge om dit spektakel mee te kunnen maken. Deze praalstoet van de Gouden Boom vond plaats op zondag 19 augustus 2012. Het centrale thema van de optocht is de wapenpas van de Gouden Boom. Dit was een steekspel van ridders dat in 1568 in Brugge werd gehouden naar aanleiding van het huwelijk van Karel de Stoute met de Engelse prinses Margaretha van York. Bij dit steekspel gingen ridders te paard elkaar te lijf met lansen. De praalstoet werd voor de eerste maal gehouden in 1907 als evenement bij de opening van de haven van Zeebrugge. In 1958 werd dit evenement nieuw leven ingeblazen naar aanleiding van de wereldtentoonstelling, die toen in België werd gehouden. Sindsdien wordt de stoet om de 5 jaar gehouden. Naast de eeuwenoude legende van de Gouden Boom worden de geschiedenis van Vlaanderen en de intocht van het bruidspaar gevisualiseerd. Aan de optocht doen ongeveer 2000 figuranten mee, die allemaal zijn gekleed in middeleeuwse kleding. Naast deze 2000 figuranten zijn er ook 6 stadsreuzen en 12 praalwagens. Egy alacsony, egy magas, egy szomorú. Thank you.
Vagyunk itt, rendbe kell lenni, itt nincs is olyan üdös, mint a gáztartásban.
mannen in het forum her en gezegend. Om het te eren, de passie ontsteren, hebben wie op de dag van deze op het traject handen gegeven. Gracias.